Like de video met je duim. Niet met je pink, met je duim. Ik daag je uit. Ik zet hier een bed neer. En dat bed probeer ik zo snel mogelijk te omringen met steen. Want over een kleine halve minuut spannen er creepypasta's. En in dit spel moeten wij bouwen om die te overleven. Ik eindig de video dan ook pas als ik het best beveiligde huis ever heb. Oké, we hebben nog 9 seconden. Nog 5 seconden. Ik moet denk ik echt een dak gaan maken. Maar dan moet het huis nog wel een klein stukje hoger. Oké, bijna klaar. Dan begin ik nu snel aan het dak voordat ik te laat ben. Nee! Oh nee, het dak was bijna af. Maar wacht, de aliens zijn een soort van binnen. Maar gelukkig is het er maar 1. Oh nee, laat maar. Het zijn er 2. Ik denk dat ik afga op deze manier. Is het sowieso niet een beetje oneerlijk? 10.000 aliens. Oké, dan maken we hier de deur. Ik zet mijn bed even zo. En dan gaan we door met de tweede laag van ons huis. En dat is metaal. Je moet je dus voorstellen dat de creepypasta's het steeds lastiger krijgen. Ze moeten nu niet alleen door het steen heen breken, maar ook door een super dikke laag met metaal. Oh nee, ik weet niet of ik dit op tijd af ga krijgen. We zijn op de helft. Maar voordat ze komen, zet ik snel de deuren neer. Oké, we zitten binnen. Ik ga wel even een raampje maken. Oh, wat zijn dat? Ik kan het niet goed zien. Het ziet er in ieder geval uit als een soort van klauwen. Ik vind het ook raar dat ze niet gewoon de deur doorkomen. Oh, volgens mij proberen ze dat wel. Oh, het is Slender. Het is Slender. Wacht, zal ik hier glas neerzetten? Ja, kijk. Kan ik tenminste naar buiten kijken? Laat ik dat trouwens hier ook doen. Niet heel slim als ze voor de deur staan. Dat zal ik zo meteen gaan gebruiken voor materiaal. Oké, ze zijn weg. Eerst natuurlijk even afbouwen waar ik mee bezig was. Namelijk de muur gaan maken van metaal. Kom op, het laatste stukje. Dit is echt heel naar, hè? Je weet gewoon dat er creepypasta's onderweg zijn. Maar het bouwen gaat niet altijd even soepel. Onze tweede muur is ook af. Ik denk dat ik voor dit soort stenen ga. Het ziet eruit als gewoon de normale stenen van een huis. Maar dat is juist slim. Want dan denken de creepypasta's dat het makkelijk wordt. Terwijl daarachter de laag met metaal zit. En daarna heb je nog een dikke stenen laag. Oké, de creepypasta's die zijn alweer onderweg. Oh, het is een tornado! Nee! Oh, snel, snel, snel! Oh, oh, ik moet naar binnen, ik moet naar binnen. Oh nee, de tornado zit achter me. Wat moet ik doen? Naar binnen gaan, Job. Ja, dat snap ik wel. Waarom vraag je het dan? Ik moet toch iets zeggen? Oh, hij komt er weer aan. Ik hoop niet dat hij heel mijn huis verwoest. Snel. Snel naar binnen. Snel naar binnen. Oeh, oké. Oké, ik denk dat we kunnen niet meer door het raam kijken. Ik ben vergeten dat we natuurlijk... Oké, maakt niet uit. Dan maken we dit hier nog eventjes af. Hier krijgen we nog een hele laag met stenen. Laat in de reacties weten. Wat denk jij dat het beste materiaal is wat we kunnen gebruiken om ons huis mee aan te sterken? Misschien goud, titanium, diamant of wat als we gewoon echte creepypasta's hiervoor zetten? Creepypasta bodyguards. Dat klinkt eigenlijk best wel slim. Maar dat is wel een beetje vuur met vuur bestrijden, vind je niet? Oké, nu moeten we even de verkeerd geplaatste stenen weghalen. Oké, perfect. En hier de laatste. Ons huis begint er al op te lijken. Het volgende wat ik wil doen, en dat is misschien heel raar, maar dat is gras. Ik wil gebruik maken van een soort camouflage. In de hoop dat de creepypasta's het huis niet eens zien. Ik bedoel, wat is veiliger dan sterke muren als ze niet eens weten dat er wat is? Oh, wat zijn dat? Wat zijn dat? Zijn dat katten? Oké, wacht. Oh, nee. Snel, snel, snel. Oké, wacht. Maar nu wil ik toch even dit zo openbreken, zodat ik er toch nog doorheen kan kijken. En dan ga ik hetzelfde hier doen. Dus dit even weg. Maar dan zetten we daar wel glas neer. Ons huis voelt veilig, maar als we dan naar buiten gaan... Dan komen we erachter dat we beter binnen kunnen blijven. Oh, ik moet naar binnen. Ik moet echt snel naar binnen. Oké. Okay. Zullen we gaan voor een tweede verdieping? Of zullen we nog meer muren om ons huis plaatsen? Wat is beter? Ik moet sowieso eerst even deze muur afmaken. We zijn nog steeds bezig met de camouflage. Wat we natuurlijk ook kunnen doen, is heel erg in de hoogte werken. Ik bedoel, de meeste creepypasta's, die zijn volgens mij niet heel lang. Misschien hebben ze wel hoogtevrees. Het is een manier om ze weg te houden. Ik bedoel, we kunnen alle materialen gebruiken die we hebben. Misschien kunnen we iets vinden om ze mee af te leiden. Ja, dat is misschien wel een goed plan. Oké, deze muur is ook af. Oh nee, dat kost Robux. Oké, weet je wat? Vooruit. Dit is het zogenaamde strandpakket. Dus kijk, nu krijgen we een muur met zand. En als ik Minecraft moet geloven, als je één blokje weghaalt, zakt de rest in. En als je daar dan onder komt, doet dat pijn aan je koppie. Dus misschien... Oh nee! Snel, 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 naar binnen, naar binnen, naar binnen. Oh nee, maar nu kunnen hun ook naar binnen. Oh, wat doe ik? Ik heb aliens uitgenodigd in mijn huis. Ja, sommige mensen zullen het dom noemen, maar ik noem het gastvrij. Wil je 2 keer zoveel leven? Ja, natuurlijk. Al is dat wel een klein beetje laat. Ik bedoel, kijk, ze staan letterlijk op mijn hoofd. Het zijn er ook wel echt mega veel. Wat gebeurt er? Ik ben aan het klimmen. Wacht, zolang ik bovenaan sta, is er niks aan de hand, toch? Dit is geen oplossing, Job. Dit is gewoon het probleem verleggen in de hoogte. Maar als ik dit nog 10 seconden volhoud, is het nog gelukt ook. Noem mij de opper alien. Oké, en ze zijn weg. Ze zijn weg. Weet je wat? We maken deze zandmuur af en daarna wil ik wat anders proberen. Dan wil ik toch echt zo hoog mogelijk de lucht ingaan. En dan wil ik daar een soort van bunker B maken. Dus een soort van plan B eigenlijk. Maar dan in de vorm van een bunker. Dus daarom ook bunker B. Het geheime woord is zand. Als je de video nog steeds kijkt, reageer zand. Want dan ben je een baas. Ik heb geen idee welke creepypasta's er allemaal kunnen komen. Volgens mij Huggy Wuggy, Cartoon Cat, Wiskunde. Dat vind ik heel eng. Kijk, nog 18 seconden. Hier één. Hier één. En dan even de verkeerd geplaatste blokjes verwijderen. Wacht even, ik heb misschien wel een idee. Wat nou als we allemaal water hier op de grond plaatsen om onze bunker heen? Niet alle creepypasta's hebben een zwemdiploma. Ik heb echt geen idee wat ik doe. Is dit slim? Ik bedoel, het voelt slim. Wat is er nou net gespannen? Het zijn de trollfaces. Trollfaces. Ik weet niet.
Meervoud van trollface in ieder geval. Naar binnen hier. Oké, ze staan sowieso voor de deur. We moeten dit weer even openen, zodat we er doorheen kunnen kijken. Deze weg. Oh, dat was zo eng. Je ziet ze letterlijk naar binnen kijken. En dan doen we deze weg. Zo, perfect. Eigenlijk vind ik die ramen best wel handig. Ik denk dat ik dat overal ga doen. Want kijk, geen enkele creepypasta. Wacht, dit gaat niet helemaal goed. Zou hier doorheen kunnen. Maar zo kunnen we ze wel aan alle kanten in de gaten houden. Superieur. Oh, dit is echt heel naar. Ik heb eigenlijk gewoon heel mijn huis gesloopt. We kunnen het beste zwaard ever halen. Is dat überhaupt een vraag? Oké, deze zouden we kunnen. Dat is een pittig cool geluid hoor. In ieder geval, waar was ik? Ons huis dus nu in de hoogte kunnen uitbreiden. Waarom lijkt het op een creeper gezicht? Dus weet je wat ik doe? Ik ga gewoon een trap maken, zo. En dan checken we gewoon hoe hoog dat kan. Dus op deze manier probeer ik zo hoog mogelijk in de lucht te komen. Daar plaatsen we dan zometeen trappen tegenaan. Dit kan op zich helemaal fout gaan, weet je. Maar daar denken we later wel over na. Waar ik misschien wel even over na had moeten denken, is dat creepypasta's ook gewoon kunnen traplopen. Dus er moet wel iets zijn wat ze gaat tegenhouden onderweg. Was ik trouwens niet bezig met water? Oh nee, er komt iemand aan. Er komen meerdere iemanden aan. Oké, wacht, ik heb een idee. Wat nou als ik gewoon hier ga staan en ik haal nu gewoon een gedeelte van de trap weg. Ik bedoel, ze kunnen nu naar me toe komen. Maar dan moeten ze heel goed kunnen springen. Wacht, kan ik niet gewoon hier gaan staan? Oké, dat was een dom idee. Snel, 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 snel. Oké, ze zitten achter me aan. Oh, het is gelukt. Dus je wil eigenlijk zeggen dat dit hele best beveiligde huis voor niets was. En dat ik ook gewoon een blokje in de lucht kan laten zweven. Roblox. Ik heb een soort van ruimtepakket gevonden. En dit hier zijn allemaal deuren. Weet je wat we gaan doen? We gaan een deurenkamer maken. Job, maar deuren kunnen toch open? Dan kunnen de creepypastas toch naar binnen. Oké, je hebt gelijk. Maar alsnog, het klinkt cool toch? Het ziet er op zich best stevig uit. Dan plaatsen we daar nog wat metalen blokken bovenop. Oh, wat? Over 2 seconden zijn ze er alweer? Wie? De blauwe imposter. Oké, ik zie ze er daar aankomen. Maar volgens mij, als ik hier nu gewoon een dak op maak, zit ik veilig toch? Snel, snel, snel. Oh my gosh. Is het dan toch eindelijk gelukt? En het is dicht. Maar kan ik hier dan nog doorheen? Ja, dat kan. Ik moet zeggen, al met al hebben we een best wel cool iets gemaakt. Alleen die zwevende trap ziet er echt niet uit. Ik heb een gouden fiets. Een tijdje geleden ben ik begonnen met het spelen van dit spel. En dit is daar de tweede wereld van. We zitten op een fiets en we moeten proberen om niet naar beneden te vallen, maar wel de checkpoints te pakken. Oh my gosh. Oké, dit is pittig eng. En ja, ik heb misschien een manier om vals te spelen, omdat ik een soort van teleporter heb gehaald in de vorige video. Maar ik ben van plan die niet te gaan gebruiken. Op zich is sowieso dit niet heel lastig. Het is gewoon een kwestie van springen. Maar het wordt natuurlijk wel steeds, een stukje lastiger. Gaan hier naar de overkant. Pakken de checkpoint. Oh, laser. Ken je dat? Dat je iets zegt, maar dat je daarna alsnog, zeg maar, de fout maakt. Oké, voorzichtig. Nee! Wacht, ik kan trouwens wel hoger springen. Oké, dat is serieus best wel handig. Dit spel heeft trouwens echt belachelijk veel dislikes. Wat betekent dat veel mensen het schijnbaar niet leuk vinden. Maar toch wordt het heel veel gespeeld. Dus ik denk dat mensen gewoon niet zo goed tegen hun verlies kunnen. En dit is een eitje. Hier kun je gewoon op deze manier. Oké, weet je wat? Ik ga proberen dat springding ook niet meer te gebruiken. En dit volledig en compleet via de Roblox regels te spelen. Hier naar boven, hier naar boven. En ik heb het gedaan. Nu ga ik heel snel hier naar de overkant. Kijk, hoe sneller je gaat, hoe beter de sprongen zijn die je kan maken. Ho, ho. Oké, wacht. Misschien als ik hier zo zigzag dat dat wel kan. Oh my gosh. Oké, wacht. Ga ik dit in één keer doen? Oké, wacht. Ik heb een idee. En dit idee is niet geraakt worden door de bal. En nogmaals, ik kan dus vals spelen. Job, je had jezelf nog zo voorgenomen het niet te doen. Oké, hier kan ik gewoon naar de overkant, overkant, overkant. Kijk, op zich is dit niet heel lastig. Zolang je maar gewoon probeert om op het juiste moment te springen. Ja, dit is echt slecht advies, Job. Dit is alsof je zegt, ja, het is niet heel lastig. Ga gewoon niet af. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh yes. Oké, kom op. Nee, abonneer voor meer. En adios.